Hallo allemaal, vandaag zijn de doorrekeningen zijn gepresenteerd. Die zijn vrijgekomen van het CPB en het CPL. En van dat laatste ga ik de hoofdconclusies even gauw met je doornemen. Ik heb ze even op een rijtje gezet. Wat zijn de belangrijkste punten hieruit? En dit is, zeg maar zijn de conclusies. En misschien dat ik ook nog wel verder ga met de rest van de hoofdstukken, de details. Kijken of daar interessante dingen in staan verder. Maar het hangt ook een beetje af van of dit interessant ook is voor jullie om hier dieper op in te gaan. Dus als het zo is, laat gerust weten in de comments. Nou, laten we gauw beginnen. Ik heb hier op de computer mijn punten gewoon staan. Dus ga ik even met je doornemen. En je zal de tekst ook zien in de video. Dit rapport betreft een analyse van verwachte effecten van het ontwerpklimaatakkoord. Wat in december 2018 is voorgelegd. Dit rapport is een analyse voornamelijk van de reductie van de CO2-emissie en de nationale kosten. De focus ligt niet zozeer op de technische maatregelen. Dus het gaat er niet om van heeft men een warmtepomp geplaatst. Maar het gaat eigenlijk om de maatregelen die de overheid kan nemen in de zin van subsidies, accijnzen. En dat is wat ze noemen de beleidsinstrumenten. Dus belastingen, heffingen, dat soort dingen. Nou, het hoofdresultaat, hè, waar komt het dan op neer? En dan gaat het als volgt. De voorgestelde instrumenten uit het klimaatakkoord kunnen leiden tot een emissiereductie van 31 tot 52 megaton uitstoot. Nou, er zit nog een behoorlijke marge in, hè, van 31 tot 52. Dat is een brede marge. En ja, dit heeft met verschillende dingen te maken en daar gaan we ook verder naar kijken. Het beoogde doel is 48,7 megaton. Het CPL verwacht dat dit niet zal worden behaald. Dus de doelstelling, tussentijdse doelstelling waar men wil zitten in 2030, men verwacht niet dat dat behaald zal gaan worden met deze plannen, met dit klimaatakkoord. De kosten tot 2030... die zullen uitlopen op 1,6 tot 1,9 miljard euro. Alle voorstellen samen uit het akkoord, die leiden tot extra investeringen van 56 tot 75 miljard euro. Grootste investeringen zullen plaatsvinden in de elektriciteitssector, de mobiliteitssector en in de gebouwde omgeving. Even kijken en dan gaan we verder. Er worden ook baten verwacht van 3 tot 4,4 miljard euro in 2030, doordat er minder emissierechten hoeven worden ingekocht. Er is minder uitstoot van CO2, daar heb je dus ook minder emissierechten voor nodig, dus daar bespaar je eigenlijk op. Nou, en dan gaan we verder kijken naar waarom zijn er van die grote marges. Nou, een van de redenen is als volgt. De uiteindelijke ontwikkelingen van de nationale kosten zijn wel heel gevoelig voor prijsontwikkelingen. Dit is een voorbeeld van zo'n onzekerheid. En daardoor kunnen de kosten met miljarden hoger uitvallen. Maar het kan ook lager uitvallen. Dus dat is ook de andere kant. Verder benoemt het rapport de risico's van het uitgeven van subsidies. Omdat die enerzijds kunnen ze een kans vormen voor mensen die de subsidie zien als een prikkel om gedrag te veranderen, om maatregelen te nemen, om schonere energie te verbruiken. Maar anderzijds, als je de lastendruk zodanig verhoogt voor mensen, dan kan dat juist ondermijnend werken. Dus dan kan de draagvlak ondermijnd worden. En dan ziet men het niet zitten door de hoge lasten om iets te doen aan het klimaat, om met dit soort beleid verder te gaan. En het kan natuurlijk ook weer een gevolg hebben voor politieke keuzes. En je zou kunnen stellen dat dat misschien nu al het geval is. Hè? Onlangs is natuurlijk de klimaatwet getekend, door de Tweede Kamer goedgekeurd. En het klimaatakkoord, dat is nu echt heel erg, wordt heel veel over gesproken. En het wordt ook behandeld in de debatten van de huidige verkiezingen. En je ziet ook gewoon dat klimaatskeptische partijen ook gewoon groeien in zetels. Dus het kan al zijn dat het nu al dit effect heeft wat eigenlijk al omschreven wordt in het rapport. De productie van elektriciteit zal toenemen in Nederland. Hiermee wordt 11 tot 18 megaton uitstoot voorkomen in het buitenland. En hier
zie je ook dat ja, nationaal en internationaal, dat heeft gewoon effect op elkaar, op de productie van energie, op de uitstoot. En af en toe wordt in het rapport dan ook ja, dit effect zo benoemd. Dus nou zag ik nog een interessante tabel en dat gaat eigenlijk over de verwachting, de prijsverwachtingen. En dan zie je bijvoorbeeld, hè, als we naar olie kijken, €48 per vat in 2018. Men verwacht, actuele prijsverwachting is dat 2020 dit €54 per vat zal zijn en naar 2025 op zal lopen naar €70 en dan €86. Als je kijkt naar gas, dan zal dat oplopen in 2030 qua kosten, hè, qua prijs, naar 25 cent per kubieke meter. Nou, en zo zie je dus ook dat alle prijzen in feite oplopen. Je ziet elektriciteit naar €52 in 2030 van €33 in 2018. Nou, een interessante vraag is dus, en een belangrijke vraag, gaat men, de burger, de mens in Nederland, gaat men gedrag veranderen? Want dat is een belangrijke vraag die ook uit het rapport naar voren komt. Dus de maatregelen die de overheid neemt, gaan die ervoor zorgen dat gedrag verandert, dat men schone energie gaat gebruiken. Want het kan ook gewoon zijn dat mensen de kosten voor lief nemen. Hoe, hè? Want mensen hebben misschien geen zin om te gaan investeren. Ook al kan je investeringen op langere termijn zou je kunnen terugwinnen en zal je uiteindelijk voordeliger uit zijn. Dat is een kans die je hebt. Maar niet iedereen die heeft daar per se zin in om die stap te nemen. Als mensen kijken naar hun eigen financiële plaatje en de plannen die ze hebben met hun geld, ja, dan kan dat heel anders uitvallen. En dan neemt men op korte termijn misschien liever de kosten voor lief. En het interessante is dan hieraan, vind ik, is dat de klimaatdoelen dus ook dan niet gehaald kunnen worden. Ook al, hè, overal kan de overheid zoveel maatregelen nu bedenken en plannen en dingen waarmee ze gedrag willen veranderen, waarmee zij die doelen willen halen. Maar als de burger kiest van, oké, de kosten zijn wat ze zijn, maar ik verander niet mijn manier van verbruik en mijn energie, dan worden die doelen gewoon niet gehaald. En ja, dat vond ik wel een interessante gedachte erachter, is dat het uiteindelijk natuurlijk wel echt toch, zeg maar, van de burger zal moeten zal afhangen van hoe ver men komt. En zo zie je dus dat de overheid toch nog alsnog de burger nodig heeft. Nou, tot zover wilde ik het even hebben over deze doorberekeningen. Misschien later meer, we zullen zien. Ik ga in ieder geval nog een beetje verder doorlezen, meer in detail kijken. En ja, ik zal in de omschrijving ook de links plaatsen naar de artikelen, naar de documenten. En dan kan je het zelf ook eventueel doornemen. Oké, dat was voor vandaag. Zie je volgende keer weer in de volgende video.